Robert, welkom in Venlo. Van waar je keuze voor de club? Ja, eigenlijk sinds de gesprekken die ik heb gehad, voelde het heel goed. Ja, dus vandaar eigenlijk dat de keuze vrij snel was gemaakt dat dit hem ging worden. Hoe zou je je omschrijven als speler? Ik ben een middenvelder die voornamelijk ook de balans bewaakt. Zijn steentje bijdraagt in de opbouw. En ik denk dat met mijn leidende kwaliteit het team daarmee op sleeptouw proberen te nemen. Je hebt de afgelopen 3 seizoenen bij Roda heel veel wedstrijden gespeeld. Wat verwacht je in Venlo? En ook qua je persoonlijke ambities? Ja, natuurlijk hoop je natuurlijk weer zoveel wedstrijden persoonlijk te spelen. En ook gewoon met mijn eigen kwaliteiten aan de ambitie van VV mee te helpen om weer naar boven te gaan. Waar het eigenlijk hoort in de top van de competitie in ieder geval. Het wordt een mooie competitie met alle clubs dit jaar. Dus het wordt een zware kluif, maar ik heb er wel vertrouwen in dat wij van onze goede kant kunnen laten gaan zien. Met Robert hebben we denk ik een mooie slag geslagen. Spelen met heel veel ervaring die we zochten in het elftal, in de as van het elftal. Ik denk dat hij een hele welkome toevoeging is op onze selectie. En kun je iets vertellen over zijn kwaliteiten? Ja, Robert is denk ik heel goed aan de bal. Weet het spel goed te verdelen van achter op het middenveld. In de balans is hij denk ik heel belangrijk. Ik denk dat hij het zogenaamde cement tussen de stenen is. En die ook heel belangrijk kan zijn ook voor de jongere spelers in de selectie. Met zijn leiderschap en met zijn ervaring om daar... hetgene wat we daar denk ik een beetje missen in de selectie, om dat toe te voegen.